Ja, amai, zeg, een musical, dat zeggen ze nu. Ach, je wist dat niet voor dat? Nee. James vroeg gewoon, kun je een klein beetje zingen? Ik zeg, ja, een klein beetje. En voilà, en hier staan we dan in een musical. Een klein beetje te zingen, voilà. Van de vorige Vapeurs gezien. Dus toen wist ik al van, joh, dat is een leuke bende. En er is eigenlijk niet het gevoel van, oei, we moeten ons hier waarmaken of we moeten het personage opvolgen wat de voorgangster heeft gedaan. Dat staat ook niet in de schriftuur, dus u kunt de rol wel een beetje naar uw eigen hand zetten en dat is eigenlijk wel heel fijn. En ja, met twee anciens die dan weten hoe dat het in elkaar zit. Ja, dat is wel fijn. Ja, je kunt ook echt alles vragen. Hè. Van, wat denken jullie en hoe zou dat doen? En sommige dingen zijn wel belangrijk dat dat zo'n beetje in dezelfde lijn ligt. Maar de meeste echt wel niet. Nee. Dus we krijgen heel veel vrijheid en dat is wel fijn. Ik speel Ellen. Een beetje wereldvreemde, naïeve, geitenwolle sok dame, mag ik het zo wel zeggen. Alle vier hebben we natuurlijk onze issues. En bij Ellen is dat niet anders. Ik kan er niet veel over verklappen. Maar ik denk dat zij van den hoop het meest, ja, zeker het meest naïef is. En een beetje zo in de wereld staat. Zo. Hoeveel bacteriën er eigenlijk zitten in zo'n ziekenhuis? Oh, amai, zeg, zwijg stil. Een vriendin van mij, die ging binnen, die woog 70 kilo. Die druk buiten 50 kilo nog. En dat was niet de bedoeling? Nee, die had ze gewoon aan hun duim, hè. Ziekenhuisbacterie, dat beest heeft er op 2 weken tijd 20 kilo afgevroten. Wat? Saas. Wat meen jij niet? Ik zweer het. Allee, doe mij ook maar zo'n bacterie. Zeg. Maar Sas is de spring in het veld. Het is een beetje de jongste van de hoop die wat meegesleurd wordt. En ook de rest een beetje meesleurt, denk ik, met haar energie. En haar toch wel duidelijke manier van communiceren op sommige vlakken ook wel. Het is... Het is oké met issues, hè. Ja. Maar ik maak misschien ook een paar foto's van de buffel. Die staat daar. Oh. Kunnen we een beetje dichter bij hem? Dat is levensgevaarlijk. Dat is gewoon een koe. Nou, die zijn kei-agressief, hè. Gewoon een grote, bruine, harige koe. Wat ga je doen? Wat denk je? Foto maken, natuurlijk. Dan kan ik dat ineens afstrepen. Wat, van mijn lijstje? Nee, van mijn bucketlist. Oh, dat met een geweldige profiel. Ja, want voor jou is het ook even geleden dat je echt op de planken hebt gestaan, Caroline. Ja, zo is dat. Ja, eindelijk terug. Ik ben heel blij. Heb je het echt gemist? Ja, tuurlijk, ergens wel. En na een tijd denk je van, misschien wel niet. Maar door dat dan terug zo in dat proces te stappen, heb je zoiets van, oh jawel, ja, toch wel. Ja, wel slopend vind ik het nu. Maar ja, dat was ik ook wel wat vergeten. Maar dat is niet erg, hè. Wow. Dat is een Afrikaanse buffel. We hebben eigenlijk van dag 1 ons al goed geamuseerd, al goed gelachen. Een paar keer de slappe lach gehad, onze regisseur ook trouwens. Die dan zelf zei, dat is heel onprofessioneel van mij. Ja. Maar wij zaten eigenlijk, ja, voor ons twee is natuurlijk, wij zaten wel direct terug in op dezelfde golflijn. Ja. En ik vind dat Caroline en Karen hebben zijn heel rap bijgebeend. Zijn direct mee in dat bad gesprongen. En eigenlijk is het ook tof, ja, je hebt dat script, dus je moet daar met vieren induiken. En dat komt er sowieso terecht, ook omdat Martin het al geregisseerd heeft in Nederland. Dat is toch wel een heel belangrijk voorgeschiedenis, waardoor dat we zeer sneller in de situatie zitten. En nee, ik heb het gevoel dat ik naar de speeltuin mag komen. Ja, musical is natuurlijk heel belangrijk voor ons, want wij zitten er tot in onze nek in. Mm-hmm. Annemie werkt momenteel ook in het conservatorium bij de musicalopleiding. Dus we zijn heel blij dat we elkaar hier eens tegenkomen. Ja, hè. Ja. Dat is zo een jaarlijkse afspraak, alleen buiten corona.
waar we heel erg naar uitkijken. Allee, ik toch? Ja, ik ook. Ah, je ook, ik wel. Ook. Ah, tuurlijk. Elke week en elke man houden wij hier niet gevangen. Wij zijn niet echt, wij zijn geen gewild. Er zijn natuurlijk dezelfde ingrediënten, want het zijn dezelfde vriendinnen. En als ze op reis gaan, als ze een tripje doen, dan is dat om, hè, om bij te praten en om ik wou iets heel te rusten. Ik wou iets heel anders. Ik zeg, vooral een jeep is anders. Ja, dat is, ja. Dat is wel zo. Een jeep, dat hebben we moeten leren parkeren. We hebben eigenlijk een beetje schrik dat we in de elke leek in de zaal, dat je van het podium gaat rijden. Ja. Dus de mensen moeten een val allemaal doen? Ja. Fasten seatbelts. Ja. Zitten er ook gevaarlijke dieren in de jungle bij jullie? Natuurlijk. Ja. De Big Five zien. De Big Four gaan de Big Five zien. Wij zijn zelf ook een beetje gevaarlijk, hè? Ja. Spreek voor wijen. Wow.